Het gebeurt me serieus te vaak dat ik iemand zijn mening tegenkom op Twitter of op Facebook en oprecht denk van, weet je wat? De achterkant van een Happy Meal heeft nog meer inhoud dan dit. De afgelopen dagen, we weten het allemaal, maar zijn een aantal verschrikkelijke dingen gebeurd in de wereld. Als het een goede reden voor onze humanitaire ridders om weer naar buiten te komen en ons volk met tunnelvisie om hun zegje te doen. Iedereen heeft altijd al zijn mening klaar gehad, maar in de wereld van social media is het opeens veel makkelijker om al die abrupte en instant meningen te delen met de wereld. En dit is meestal niet een goed ding. Dus ik dacht ik ga even helpen. Een guideline. Hoe geef jij je mening op social media zonder een asshole te zijn? Nummer 1. Wie is jouw publiek? Het belangrijkste van je mening geven is eigenlijk wel dat je moet weten wie je publiek is. Weet tegen wie je praat. Alle dingen die je abrupt en als eerste denkt als je ergens mee wordt geconfronteerd, zijn niet goed voor op social media. Zeg die, spreek die uit tegen de mensen om je heen. Die zullen dan snel genoeg zeggen of je mening de juiste is of dat je mening echt niet door de bocht kan. En ook al zijn ze het met je eens, betekent nog niet dat het een goede mening is, maar het is in ieder geval een stap de goede richting in. Besef dat Twitter en Facebook voor iedereen beschikbaar is, dus alles wat je zegt kan door iedereen gelezen worden. Bottom line, contain your brain. Niet alles uitspreken. Nummer 2. Ben je aan het generaliseren? Kijk, ik ben een individu. Ik ben Quinn en ik hoor tot een bepaalde groep. Kan soms tot slim worden genoemd of bijvoorbeeld tot creatief. Maar dat betekent niet dat alle creatieve of alle slimme mensen Quinty zijn. Snap je? Er zijn bepaalde belangrijke taalkundige distincties die je gewoon moet voltooien als je je mening geeft. Luister goed naar dit verschil. Marokkanen zijn crimineel. Of je zegt, er zijn criminelen van Marokkaanse afkomst. Totaal verschillende betekenissen. Het zijn niet moslims die terrorist zijn. Nee, er zijn terroristen die moslims zijn. Wees ook heel duidelijk in dat verschil als je je mening geeft. Zie dat verschil gewoon jongens, kom op. En gebruik ook geen woorden als altijd of alle. Dan ga je ook gelijk de mist in. Dat is gewoon eventjes een side note. Nummer 3. Waar komt jouw info vandaan? Als jij iets deelt op Facebook en je neemt niet eens even de tijd om even op te zoeken of deze informatie wel echt klopt. Hè? Is datgene wat ik nu ga delen, dus wat ik uit mijn naam zeg, ben ik het daar volledig mee eens? En klopt deze info wel? Ga niet gelijk alleen maar af op de dingen die je op Facebook ziet of wat ze zeggen bij het RTL ontbijtnieuws. Nee, pak een keer een krant bij met een betrouwbare redactie, weet je wel, een intense redactie. Of vraag een keer iemand om je heen om info. Ik bedoel, ik weet zeker dat je meer van de islam leert van iemand die islamitisch is, dan dat je dat leert van RTL nieuws. Make sense, right? Nummer 4. Omgaan met de mening van anderen. Jouw mening of keuze hoeft niet gelijk te staan aan de mening of keuze van een ander. Hans houdt van kaas, Margreet houdt van ham. Dat Margreet van ham houdt, belemmert Hans, niet in het houden van kaas. Hij draagt een kruis, zij draagt een hoofddoek. Dat zij een hoofddoek draagt, maakt niks uit voor hem, want hij kan alsnog zijn kruis gewoon dragen. Accepteer de ander zijn keuze, ook al ben je het niet mee eens, ook al vind je het belachelijk, het verandert niks aan je leven. 5. Geen kwaad woord over hen die geen kwaad doen. Als je bij iemand zijn keuze of mening met de pet niet bij kan, maar diegene doet daar niemand kwaad mee, dan heb jij niks te zeggen. Helemaal niks. Jouw mening is irrelevant. En stap 6. De laatste stap. Stap een keer in de schoenen van een ander. Probeer elkaar beter te begrijpen. Laat een ander uitpraten. Wees een keer nieuwsgierig naar wat beweegredenen zijn van iemand. Val diegene niet gelijk aan, maar vraag, waarom is dat je mening? Waarom vind je dat? En als diegene niet met een zinnige reden of een zinnige mening kan komen, wees dan ook bewust van het feit dat deze discussie het niet waard is. Is iemand vegetariër? Niet gelijk schreeuwen, maar vraag een keertje waarom? Waarom eet je geen vlees? Het is lekker. Ik hou van vlees. Waarom eet jij geen vlees? Waarom eet je alleen groenten? En dan geeft diegene zijn mening. En dan geef jij jouw mening. En dan heb je een prachtige discussie zonder elkaar pijn te doen, oké? Doe elkaar wat minder pijn, oké? En dat was mijn guideline hoe je je mening geeft op social media zonder een asshole te zijn. Wil je nou meer van mijn gebrabbel of mijn foto's of mijn avonturen zien? Dan kan je me volgen via Twitter, Instagram en Snapchat. Allemaal Quinzing. En ik zie jullie weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek, maar met een ander ding. Doei! Ja, ik weet dat die sleur eigenlijk niet klopt, want het is niet dezelfde tijd. Het is geen woensdag, het is geen 3 uur, maar ik had geen tijd, oké, dus daag! Bagoo, 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 bago